Goedendag, u kijkt naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl Vanmiddag om tien over half twee waren dit de maxima 22, 23 graden op de Waddeneilanden, in een groot deel van het land 25 en in het Zuidoosten was het al 27. Inmiddels is het een uur of drie en de temperatuur is al opgelopen tot 29 graden in het Zuidoosten en bij die waarde kunnen ook de eerste buien ontstaan. Op de satellietfoto zien we dat ook gebeuren. De bewolking boven België zagen we in de loop van de ochtend voor een deel oplossen. Maar aan het begin van de middag begon de boel weer aan te groeien. En inmiddels heeft dat dus de eerste regenbui opgeleverd in de buurt van Luik en ook in de buurt van Aken. Allemaal dus net buiten onze landsgrenzen. Maar die wolkenlijn trekt langzaam noordwaarts en er gaan meer buien in ontstaan. Dus we krijgen in het zuiden te maken met regenonweersbuien. Dan zien we een opklaarsgebied boven het zuiden van België en boven Noord-Frankrijk zitten veel meer wolken. Ook die komen al om onze kant op en kunnen samen gaan met onweer, met windstoten en plaatsen kan ook hagel gaan vallen. De meeste zorgen heb ik over de regenhoeveelheden. Omdat de buien zo langzaam trekken kan er op een enkele plek misschien wel 20 tot 40 mm vallen of nog meer. Dat kan leiden tot wateroverlast. Maar ik zeg nadrukkelijk op een enkele plek, op de meeste plaatsen zal het wel meevallen. De buien trekken allemaal noordwaarts. Trekken in de loop van de nacht ook dus over het noorden van het land. En morgen overdag dan zien we de buien langzaam wegtrekken. Dat zien we ook op deze bewegende beelden. In de nacht wat buien. Morgen overdag nog over het oosten buiengebied. En daarna klaart het op steeds meer plaatsen op. Flinke zonnige periode morgenmiddag, vooral in Zeeland en Zuid-Holland. Zondag blijft het dan droog. En ook maandag blijft het droog. Want er komt een groot hoge drukgebied aan. En dat zorgt ervoor dat regen ver weg blijft. Het hoge drukgebied ligt niet op een gunstige positie. Noordelijke wind, dat is een koude wind daardoor gaan de temperaturen weer naar beneden. Vanavond, nou, perfect barbecue weer ten, groot, ten noorden van de grote rivieren. Temperaturen zo'n 23 tot 25 graden. Heerlijke omstandigheden. In het zuiden de regenradar in de gaten houden. Daar kan een stevige bui voorkomen met dus kans op wateroverlast, hagel en onweer. Die buien breiden zich later vanavond en vannacht naar het noorden uit. Dan wordt het overal af en toe nat. Lokaal kan het onweren, maar zeker niet overal. Temperaturen hoog komende nacht, 16 tot 18 graden. Morgenochtend nog steeds een aantal buien, meestal in het noorden en oosten van het land. In Zeeland wordt het al snel droog, en daarna volgt ook Zuid-Holland en Utrecht. Vooral morgenmiddag geregeld zonneschijn, en dan trekken ook de laatste buien uit het noordoosten weg. Temperaturen 19 tot 25 graden, prima waarde, maar let eens op die wind. Uit het zuidwesten aan zee, windkracht 6, in het binnenland, windkracht 4, dus die wind is heel duidelijk aanwezig morgen. Wat dat betreft is het zondag allemaal wat rustiger. Maar de wind is wel naar het noorden gedraaid en daardoor wordt het minder warm, 16 tot 21 graden. Maandag en dinsdag gaat de temperatuur verder naar beneden. Dan uh, halen we op een enkele plek amper de 15 graden, maar het weer gaat wel samen met volop zonneschijn en droge omstandigheden. En kijken we dan wat verder vooruit, dan zien we dat de maandag en dinsdag de koudste dagen zijn en dat daarna de temperatuur toch weer een klein stijgingetje even laat zien. Dus woensdag en donderdag wordt het waarschijnlijk warmer. Nogmaals Let vanavond even op de regenradar als u dingen buiten moet doen. Er kunnen stevige buien aankomen. Op de meeste plaatsen verwacht ik geen problemen. Ik wens u een goed weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.